aardappels op te kunnen warmen, hebben we in onze bewaarcomputer een speciaal programma opwarmen. Als we daaraan gaan beginnen, dan stellen we in dat opwarmprogramma de begintemperatuur in van het product en de eindtemperatuur. Dus bijvoorbeeld 7 graden als starttemperatuur en eindtemperatuur van 10 graden. We kunnen vervolgens ook het aantal graden opwarmen per dag invoeren in de computer. De kachels die kunnen we op verschillende manieren activeren. Bij een modulerende kachelregeling zal de computer het dusdanig regelen dat er continu hetzelfde verschil tussen de inblaas zit en het product. Heeft u geen modulerende kachels, kunt u ook een kachel aan de voorzijde van het product plaatsen die met intern ventileren de partij langzaamaan zal opwarmen.